Even lang. Homo. Oh, heeft het raam lekker open gegooid, dat stelletje. Xenofobe. Ja. Dat is leven lang. Typisch leven lang. Okay, ik heb hier iets, ik trek er aan. Oh. That's what she said. Oké, ik kan niet aantrekken. Je houdt wel van trekken, of niet? Ze ook wel de trekmeester. Trekmeester Ferguso. Oh, nog iets anders te trekken. Trek je aan de andere? Nee, ik wil even Luna. Met de paarse die heb ik gezien van de kleding. Helemaal naakt. Oh, je hebt, kijk, waarom moeten we altijd in al onze series aflevering tegenwoordig iets seksistisch zetten? Omdat jij bent. Wacht, hebben we alles al wel, alles stuts al hier verzameld? Ja. Nee, nee. Goed gedaan, hebben we goed gedaan, hè? Hondenpik. Oh, hij is aan het poepen of zo, want hij is aan het fappen, kijk zijn beentjes. Hij is bang. Oh, dat hij aan het fappen was. Hi, wil jullie thee? Hij is gewoon gekomen in dat kopje en nu zit dus een cum te drinken. Bah. Hij is bang. Nee, Daniel, hij is echt bang. Ik zie het aan zijn gezicht. En dat komt omdat hij xenofoob is. Als je foob bent, ben je bang voor dingen. God, vindt het wel lekker hoor, die cummies. Oh, je had niet moeten drinken, zegt Hermie. Hermie, want het is waarschijnlijk vergiftigd. En Ron, ja, die zuigt natuurlijk alles. Die drinkt alles, die eet alles. Hij is alles. Zal ik op de grond gaan liggen? Dan kan je het niet meer zien, Daniel. Wel hoor. Oh, een jurk. Een steen en een dildo. Oh, hier gaan ze uitleggen hoe dat hele verhaal zit, wat ik nog steeds niet begrijp, wat niemand begrijpt volgens mij. Dat is het, hoe je iedere vrouw kan veroveren door een jurk te geven, een steen, een ring of een dildo. En of een dildo. En dan... Oh, die veer, dat is geen dat goed is nieuws, denk ik hoor. Jawel, tuurlijk. Zie, jij kan het streven. Hier. Oh, ah, moeten. Ben ik dat? Oh. Oh, kijk dan, ik ben super sterk, pik. Wil ik maar een poppetje wisselen, misschien? Hoezo? Je bent broer 2. Maar jij hebt een fucking goede toverstaf. Ik wil ook jouw pik. Toverstaf. Het komt gewoon omdat ik ben wie ik ben, maat. Pak je die andere? Doe best. Nog eentje, goed zo. Ik ben trots op je. Je bent dan misschien broer 2, maar je bent broer 1 in mijn hart, maat. Ik wil niet broer 1 zijn. Nee, ik wel. Jawel. Ik wil broer 1 zijn met een zieke toverstaf. Gewoon een dikke dildo in mijn hand. Kom terug, er liggen nog allemaal studs. Ja, klopt. Ga nu op gewaarde tovenaar, dat is het enige. Kan er niet eens bij, zie je? Je kan niet een beetje naar boven, een beetje naar beneden lopen, jongen, dikke pikkie mongol. Je hoeft toch niet zo moeilijk te... Oh, je moet die steen geven. Ja. Nou leeft ze weer. Ja. Alleen is ze wel een dikke husk van wat ze eerst was. Een soort van zombie. Ja. Maar doe je nog wat kutwijf of wat? No. Ik denk dat we dat makkelijk kunnen halen. Ik denk het ook, maar ik weet niet hoe ik dit los kan laten. Je bent haar. Ga eens naar rechts. Ja, kan niet. Oh, kan wel. Je kan wel zien dat je broer 2 bent. Hier, pak mijn hand. Je gaat toch naar rechts? Je ziet toch dat je heen moet gaan? Oh, moet ik dat ding activeren misschien? Oh, wauw. Zo. Je kan echt merken dat jij broer 2 bent. Oké, weet je, we gaan wel niet meer voor de stuts. We gaan gewoon door. Dat heb ik nog nooit gedaan. Wow, what the fuck is hier aan de hand? Ja, we hebben nu denk ik de andere broer nodig. Nee, wacht, kijk. Hoppa. Boah, ik heb die gewoon helemaal kapot gemaakt, jongen. En nu? Oh, kijk. Huh. Lopen dan. Oh, wacht. Loop dan! Ik dacht dat ik al boven stond. What the fuck? Ik dacht dat ik boven stond. Oh, we moeten... Oh, je moet onzichtbaar worden. Oh, dat is de dood, jongen. Dat is death. Nu kun je eindelijk de onzichtbaarheidsmantel gebruiken. Ja, je hebt eindelijk de onzichtbaarheidsmantel, maat.
Die van Harry. En nu? Ja, moet je dat gebruiken? Ja, goed zo. Dan moet je de bom leeg hakken. Nee, hakken. Oh, fucking goed gedaan, Pik. Weet je hoe hashtag trots ik op je ben, broer 3? Ik vind het heel fijn vind dat je me steeds zo benadeeld. Dit is voor jou. Zeg, ja, oh. Ik denk niet meer dat wij de True Wizard gaan pakken vandaag. Makkelijk. Nee, het zijn echt de helft van onze tuts al kwijt sinds ze hier zijn. Maar jij het. Oh, rennen, Pik. Hey, ik ren, spring er overheen, jongen. Oh, kan dat? Oké. Ik wil ze gewoon kapot maken, dan kan ik muntjes pakken, maar jouw boeide muntjes natuurlijk nooit wat. Oh, maak die dooi wel levend. Goed zo. Wat moet ik doen dan? Dit stoppen. Even een slokje water, dan mag dat. Voor mij wel, Tarzan. Wacht, was ik te vroeg gestopt? Nee. Au. Hoppa. Hoppa. We hadden ook langs kunnen lopen natuurlijk. Ja. Oh. En probeer ik dat ook altijd. Die Stefan, het is gelukt. Na fucking drie uur later zijn we eindelijk in mijn fucking zakkerreinig geworden. Daniel was echt van plan een hele shitshow op te geven. Het was klaar voor hem. Ja, als het nog één keer crasht, maakt niet uit wanneer het is, ben ik klaar met het spel. Nou, laten we doorlopen. Jongen, wat... Oké. Maar goed, dus, gelukkig kunnen we eindelijk verder. Het is totaal gebeukt, maar goed, hè. Pak je dode wijf erbij. Nice. Hé, broer 3, je kan dit goed, maat. Dankjewel. Stiefzus. Ik vind dit dat dit wel echt drastisch lang moet duren allemaal. Maar dat, ja, je kan moeilijk snel zijn als je dood bent, hè. Oh, moeten we springen? Goed zo, je bent echt slim vandaag. Waarom mag ik nou eens niet met de zieke stok zijn? Waarom moet je altijd de beste zijn? Ze noemen me niet van iets dildo, man. Dus... Ja, ik beuk wel een ruimte... Oh, nu gaat mijn trial komen. Nu ga ik de death door dildo of zo. Oh. Oké, ik doe je ding. Oh. Dat werkt niet zoals ik dacht dat het ging gaan. Hoppa. Zit hier met zo'n fucking lampje? Flikker op met je kutlamp. Wat? Oké, ik hou hem voor je vast. Oké, dank je. Nou, dat was niet heel moeilijk. What the fuck? Daniel, wat goed voor jou. Wat je deed, maar je hebt het wel gedaan, Pik. Ja, toch. Oh, kijk. Ik ga een boom maken of zo. Een lamp. Ik ga een lamp maken. Een bel. Wij noemen het een bel. Pak je dode wijf erbij. Ah, waar is mijn dode wijf nou weer? Het is wel handig dat je die gewoon... Het is wel handig dat je dat... Naar links. Links? Ja, je ziet toch wel waar je moet gaan bij. Fucking... Oh, daar is die. Ja, ik zie hem al. Kijk, ik snap dat je... Oh, ik snap dat je wijf dood is, maar... Jij bent niet dood. Dit. Ja, je hersenen zijn nog niet dood. Oh, ik zag onder de rok, zag je dat? Oh, ik wou je net zeggen, is dit aan het einde? Hoppa. Oh, daar gaan we dan. Oh, wat eng. Dan moet jij weer gaan met je door je blinde hoek of zoiets. Met een dode wijf? Oh. Nee, met je... Kleine broertje. Broer 2 ben je, geloof ik. Oké. Nee, dat was broer 3. Dat is broer 3 wat je nu bent. Oh, ja, schiet hem! Oh. Goed zo. Dat was alles? Ja. Tjonge, nou dit mag jij weer doen. Nou, ik heb het even goed gedaan, hè. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb het wel gedaan. Je hebt iets gerekt gemaakt. En niet op die manier. Ik heb inderdaad iets direct gemaakt. Ho! What the fuck? Waarom val ik niet? Oké, ik val ook. Dat was ik, Stefan. Jij was degene die naar beneden was gevallen. Echt waar? Ja. Ik ben niet... Zeker, man. Ja. Hij reageert nou ook precies op mijn knoppen drukken. Hier, je moet er nog een kapot maken, Pik. Deze nog. Hé, hey, je staat ervoor met je dikke reet. Ik
Sorry, het is moeilijk, om deze kracht te hanteren. Dus ja, ik snap het. Je snapt het, probleem niet, want je hebt zo'n toverstok niet. Oké. Oh! Oh, kijk, ik heb het gered. Oh, hij kan me ophalen. Broer 1, nee. Oh, gelukkig. Nee, niet gelukkig. Wie gaat dood? Bleef allemaal. Moet ik nu bewegen of zo? Of kan... Nee, dat is een filmpje. Kijk, ze allemaal bij boer 1 en 2. Ja, die mag jij hebben. Alsjeblieft. Waarom heeft broer 3 het overleefd dan? Omdat de dood hem altijd probeerde te vinden, maar dat lukte niet, omdat hij onzichtbaar was. Tot hij zelf besliste, nu wil ik doodgaan, zeg maar. Oh. Wauw, ik wist niet dat J.K. Rowling ook Disney sprookjes schreef, joh. Ja, alles is gekopieerd van alles, hè. Maar daardoor is het juist goed. Het zijn alle goede dingen gecombineerd in één ding. Wordt het gekraakt? Nee, ja. Maar ik ben het zo gewend, van je, dat het, ja, weet je. Weet je van een boze koekje, hoor. Boos koekje? Framboze koekje. Oh. Waarom is framboos? Ben je framboos of ben je framblij? Waarom heeft hij zijn blote reet aan eigenlijk? Een goede vraag. Het is een val. Het is een val, jongens. Nee. Xenofoob toch niet? Dan moeten we nog verder gaan met dit spel. Ja? Oké. Okay. Oh, kan ik weer een piemel maken? Kijk, hoppa. Maar... Ja. Moeten we nu Luna gaan zoeken, terwijl iedereen weet dat Luna... Niet iedereen weet dat, jongeman. Wij weten het, dus waarom zoeken wij het, weet je wel? Omdat we anders niet verder kunnen komen, zeg maar, in het verhaal. Oh kijk, ik heb iets gevonden. Ik heb de eerste drankje gevonden. Oké, okay. Wees jij waarom alleen? Dan wees even slim alsjeblieft. Oké. Okay. Wat moet het? Ja, zo kan ik het lekker zien. Dank je, maat. Wat? Ik zag dat het hier in moest. Nee, fout. Oké, okay, nou zie ik het. Gaan we allemaal weer lekker je ding doen. Oké. Okay. Oké, okay, ik zie wat handjes. Ik zie wat jij niet ziet. Mijn piemel. De kleur is pik. We zijn ook echt precies hetzelfde. Oké, okay, wat dan doen? Oh mijn Gucci, kan je iets hier komen? Wat? We zijn helemaal debiel hier hoor, ik zweer het je. Wat? Wat is los, maatje? Elke keer sta je helemaal daar, kan ik mijn ding niet doen. Ja, dat probleem ken ik me altijd erg, want jij zit altijd in muntjes bezig en dan probeer ik dat ook altijd, maar... Ja, dat is goed, maar jij verzamelt de muntjes niet, dat weet iedereen. Nee, ik ben bezig. Je moet mij nu niet gaan proberen te zitten te soorten flikkeren, want dat werkt niet, ik ben niet dom. Ik ben niet met de muntjes bezig, ik ben proberen te halen wat we moeten halen, zeg maar. Ik ben misschien lelijk, maar ik ben niet dom, hè? Jawel. Oké, we moeten alleen nog een stukje vlees vinden. Het is leuk dat we een ontvoerd iemand aan het zoeken zijn met gekke brilletjes op. Het past wel bij de xenofobe Luna familie. Ik denk dat die mol hebben we niet kapot kunnen krijgen. Ah, zie je? Ik denk dat die in die mol zit ofzo. Ik denk dat we alles tegelijk moeten laten draaien ofzo. Nee. Nee, die moet eraf of zo. Ja, je hebt gelijk. Wat? Ik denk dat die kapot moet, inderdaad. Kijk wat ik heb gedaan. Oh, goed zo. Precies hoe ik het had gewild. ik heb het ook al van, hey, ik denk dat dit moet. Ik denk het ook. Je bent gewoon een slimme boy, weet je dat? The fuck? Wat? Waarom die me... Au. Wat heb je gedaan? Hermeline de Beest! Oh, lekker maat, waar moet je aan trekken? Echte vrijheid! Trek je pikker af, Ron! Oh, waar moet je aan trekken dan? Oh, goed zo. Nou, dat gaan we zien in de volgende aflevering. Doei!